Seuren, ze legde haar hand op de openstaande deur en keek het appartement in. Seuren, ben je hier? De loft lag er verlaten bij. Seuren? Hallo? Ze fronste haar voorhoofd. Zonder iets te zeggen had hij net de centrale toegangsdeur voor haar ontgrendeld. Ze had de lift genomen en nu stond zijn voordeur wagenwijd open. Ja, kom maar tevoorschijn hoor. Ze draaide zich om, maar ook achter haar was niemand te bekennen. Een lege hal met dichte deuren. Waar was hij? Wat betekende dit? Ze keek weer naar binnen, naar de ruimte die ze zo goed kende, maar die altijd nieuw bleef. Het keukenblok met drie bierflesjes erop, de gitaar, het surfboard tegen de muur, zijn allereerste boord ooit. Een stilleven van het bestaan van een 23-jarige. Zeuren. kom op, dit is niet leuk meer, waar ben je? Op haar hoede stapte ze naar binnen. Onder haar hakken voelde ze zand. De geur van een drogende wetsoet kroop in haar neus. Geïrriteerd haalde ze haar mobiele telefoon uit haar handtas, klaar om hem een berichtje te sturen. Wat was dit voor onzin? Waarom was hij hier niet gewoon om haar. Het was alsof een tijger haar besprong, zomaar uit het niets. Ruw, onverwacht en behendig. Instinctief probeerde ze om te kijken maar degene die haar vast had, hield haar zo stevig beet dat dat niet ging. Ze gilde, waarop de man achter haar meteen zijn hand over haar mond heen legde. Sst! Ze gilde harder. Sst! klonk het strenger. De duim die bij de hand hoorde, drukte tegen haar neusgaten. Paniekerig probeerde ze lucht naar binnen te zuigen, maar het ging niet. Alle mensen, het ging niet. Wie? Wat? Met al haar kracht probeerde ze zich los te wurmen. Maar de grip om haar bovenlijf was zo stevig dat ze zich met de beste wil van de wereld niet kon bewegen. De man achter haar blies in haar oor. Haar ogen draaiden zich zo ver mogelijk naar rechts, zodat ze tenminste een glimp van hem kon opvangen. Met een ferme ruk werd haar te verstaan gegeven dat dat niet de bedoeling was. De grip om haar hoofd verstevigde, de andere hand liet haar los. Eén tel dacht ze dat ze vrij kon komen, maar het volgende moment werd er een blinddoek over haar ogen heen getrokken. Een strakke band die geen spoortje licht doorliet. Stil, zeg ik. Het was zijn stem. Zeuren. Alsof ze niet zwoog, tilde hij haar op en droeg hij haar naar het bed. Ze hoorde hoe de deur achter haar in het slot viel. Hij smeet haar op het matras. Een zoete tremoor van opwinding kroop door haar lichaam toen hij tergend traag haar schoenen één voor één uitdeed. Je liet me schrikken, gek. Sst. Zijn vingers kropen omhoog naar de sluiting van haar leren rok. Zijn handen waren groot en grof. Zijn lange blonde haar kriebelde over haar benen. Ik zou hier niet moeten zijn, dacht ze nog. Maar die gedachte was al vervlogen toen zijn tong nog maar bij de binnenkant van haar knie was. Ze streek met het puntje van haar vinger over het grote litteken op zijn borst. Het was haar lievelingsplek. Hier kwam alles aan hem waarvan ze hield samen. Zijn stoerheid, het litteken was het gevolg van een kitesurfongeluk, zijn onvoorspelbaarheid, net als zijn karakter was de lijn grillig en grof, maar ook zijn kwetsbaarheid. Het was net alsof hier, op dit onvolmaakte deel van zijn huid, een stukje van zijn innerlijk naar buiten kwam. Hij, echter, wilde niet dat ze het aanraakte. Hij pakte haar hand vast en draaide zijn gezicht naar haar toe. Waar denk je aan? Nergens aan. Alsof jij het type bent dat nergens aan kan denken. Je schat me te hoog in. Hij grijnsde. Zijn ogen hadden dezelfde kleur als de Noordzee op de dag waarop ze elkaar hadden ontmoet. Haar veertigste verjaardag. Windkracht 6. Lentestorm. Ze had het meteen geweten. Ik moet wegrennen van deze jongen. Maar zijn natte, koude hand had de haren geschud en zijn aanraking had zo'n siddering in haar lijf teweeggebracht dat alles al gebeurd was voordat hij zelfs maar zijn naam gezegd had. Zeuren. Seks. Nien? Ze lachte terug. Ik denk aan hoe dit allemaal niets te maken heeft met het echte leven. Ah, het echte leven. Hij lachte kort en schor en trok haar dichter tegen zich aan. Dat was ik even vergeten, dat jij twee levens leidt. Eén echt leven en één nep leven. Je snapt wat ik bedoel. Ja, natuurlijk snap ik wat je bedoelt, maar dit. Hij verplaatste zijn hand naar haar bil en kneep er zachtjes in. Dit voel ik toch echt, echt? Je ligt hier toch? Je haalt toch adem? Leeft nu toch? Ik heb het niet over leven als werkwoord, maar over het leven dat ik leid. Het leven waar ik onderdeel van ben, bedoel je. Jij bent geen onderdeel van mijn leven. Oh nee, hij zei het cynisch. Sorry, mevrouw Metzaars. Dit is inderdaad allemaal nep. Dit gebeurt eigenlijk helemaal niet. Hij had gelijk. Natuurlijk had hij gelijk, dat wist hij. Dat wist zij. En dat was ook precies het probleem. Langzaam maar zeker werd hij inderdaad onderdeel van haar leven. En daarom moest het stoppen. Nu. Hier. Zeuren. Ja. Onder haar oor hoorde ze zijn rustige hartslag. Voor haar lag zijn vrijwel onbehaarde, strakke jonge-jongensbuik. Plat. Met het streepje dons haar dat naar beneden liep en onder het dekbed verdween. Ze trommelde op zijn heup. Tegenover het bed hing een poster van een freerunner. De man sprong van de ene op de andere wolkenkrabber. Net niet genoeg kracht, net te veel twijfel bij de afzet en hij was dood. Wat? Onschuldig keek hij haar aan en voordat ze de kans kreeg te antwoorden, was hij al bovenop haar gerold. In zijn ogen schitterden pretlichtjes. Om zijn lippen krulde een glimlach. U wilt toch niet zeggen dat dit de laatste keer is? Hij liet een stilte vallen die veel te lang duurde. Nu moest ze het zeggen. Nu, kom op. Het is over. Hé, hey. één moment leek hij te schrikken. En meteen bedacht ze zich. Want hoe kon ze hem kwetsen? En hoe kon ze zeggen dat ze niet meer wilde, terwijl dit zo verzengend goed voelde? Ze schudde haar hoofd. Niets aan de hand. Nee, joh, ben je gek? Natuurlijk was dit niet de laatste keer. Oh, gelukkig dan maar. Hij haalde theatraal overdreven opgelucht adem. De speelse vrolijkheid in zijn ogen was meteen weer terug. Hij kuste haar op de mond. Je mag me nooit in de steek laten, dat weet je toch? Ze lachte om zijn show. Ik blijf voor altijd hier, bij jou, zei ze voor de nep. Mooi zo. Hij bracht zijn handen naar haar heupen en drukte zijn onderlichaam tegen het haren. Want ik wil nog zo ongelooflijk vaak zulke ontzettend hete seks met je hebben. Ze gaf zich aan hem over. Alleen voor de seks was goed. Alleen voor de seks leverde geen gevaar op voor haar echte leven. Hij drukte zijn vingers steviger in haar borsten, gromde in haar oor. Kom, dan gaan we het nog een keer nep doen. Jongen, hoe kun je drie keer achter elkaar? Zijn mond belette haar haar vraag af te maken. Hi, mam. Lisanne keek kort op van haar mobieltje. Terwijl het nog geen zeven uur was, zat zij al in pyjama op de bank, een dekentje over haar schoot, de wikkel van een reep chocola en een lege chipzak naast haar. Dag, schat. Ongemakkelijk bleef ze in de woonkamer van hun jaren dertig huis staan. Moest ze haar dochter nu wel of niet een kus geven? Tegenover haar gaan zitten en vragen hoe haar dag was geweest. Lisanne richtte haar ogen weer op haar telefoon en typte iets. Geen praatje dus, geen kus. Confronterend. Een half jaar op zichzelf en nu ze weer thuis was, was ze kind en gast tegelijk. In de spiegel boven het dressoir, een erfstuk van Niks ouders. Zag ze hoe er vlekken in haar nek verschenen. Vlekken van zeuren. Zowel van zijn vingers als van de schaamte die stevast op hun ontmoetingen volgde. Ze kon dit niet maken. Van het bed van haar minnaar, zo, hup terug in de rol van moeder die liefdevol voor je klaarstaat wanneer je vriendje je bedrogen heeft. Ja, hoor, kom maar weer thuis, uithuilen. Hier ben je veilig. Wij betalen je kamer wel door. Je hoeft pas weer terug wanneer je er zelf aan toe bent. Zou ze ook zo gereageerd hebben als Søren er niet was geweest? Nog iets gebeurd? Ze hoorde de huigelachtigheid in haar eigen stem. Nee. Lisanne had totaal niet door hoe hard zij haar best moest doen om normaal over te komen. Waarom zou ze ook? Voor haar was haar moeder gewoon haar moeder. Papa komt over een half uurtje thuis. Keer op keer verbaasde ze zichzelf hoe goed ze kon liegen en hoe makkelijk het was om haar echte van haar tweede leven te scheiden. Ik ga meteen maar koken, oké? Okay? Heb je honger? Maar, Lisanne hield demonstratief haar mobiel op. Je vindt het toch niet erg dat ik even. Nee, schat. Nee, natuurlijk niet. Verder luisteren. Ga naar Storytel.com.